Lutz Jacobi uit Wergeer wil wel minister-president worden. Zij stelde zich deze week kandidaat voor het fractievoorzitterschap van de PvdA in de Tweede Kamer. Lutz naast Samson, Plasterk, Al-Bayrak en Van Dam. De leden mogen via internet of post stemmen op de kandidaat van hun keuze. Lutz is door leden buiten het Haagse circuit gevraagd om zich kandidaat te stellen, omdat Lutz anders is. Lutz past als Frieskamerlid in het rijtje Elfstedentocht, Berenburg en Scootjesielen. Lutz is recht voor zijn raap en dat is met het Haagse wollig taalgebruik voor velen verfrissend. Zaterdagmorgen is er om 10 uur een debat tussen de 5 kandidaten in de Blokhuispoort in Leeuwarden. Vrijdagmorgen ging Wout op bezoek bij Lutz Jacobi in Wergeer. Ja, waarom? Komt dat erop neer dat ik dat gedaan heb. Omdat heel veel mensen mij sowieso hebben gevraagd van zo'n geluid als jij altijd inbrengt. De manier waarop jij de politiek doet. Dat moeten ze meer doen in Den Haag. En toen dacht ik van ja, ik kan weer aan de zijlijn blijven staan. Er valt nu wat te kiezen. Dan moet het toch maar wezen. Ja, de keuze is het Haagse kliekje of jij, hè? Ja, daar lijkt het wel op, ja. Ja. Hoe reageert men erop binnen de PvdA? Voor zover wat het waard is natuurlijk. Hè. Iedereen zegt, oh, wat leuk, wat stoer, weet ik wat. Maar ja, er zullen ook wel een aantal, zo werkt dat natuurlijk. Er zullen ook wel een aantal denken van, had ik het niet beter kunnen doen of zo. Hè? Dat mensen toch even na gaan denken. Is dat nou echt een mannetjeswereld, hè? Ja, het is Haagse stolp. En daar hoort een bepaald gedrag bij en... Daar hoort bij dat je loopt de ijdeltuiten voor de camera's en zo. Nou, daar ben ik niet zo van. En er wordt heel overdreven over gedaan dat je niet echt meteen een grote landelijke bekende bent. Nou, die anderen moeten zich ook niet te veel verbeelden, denk ik. Maar deze week ben jij de landelijk bekende. Ik zeg, het is sowieso heel betrekkelijk, maar daar zit ook wel weer een voordeel aan. Wat maakt jou speciaal? Nou, wat mij speciaal maakt is denk ik toch wel de manier waarop ik in de politiek sta. Dat is niet zeg maar in de Haagse wereld rondlopen, maar eigenlijk vanuit buiten Den Haag luisteren naar de mensen hier. En die elementen proberen in Den Haag tot goede regelingen te krijgen. Ik ben ook gewoon echt, ik ben daar om dingen te regelen. En, ja. En er zijn heel veel mensen die dat niet zo voorop hebben staan. Ja, en ik denk dat een beetje recht toe recht aan mensen in de politiek. Dat die wel beter ons land vooruit kunnen helpen dan mensen die dat wat minder voorop hebben staan. Wat maakt jou de ideale kandidaat? Dat mag je zelf bepalen. Maar ik denk wat jij moet je zelf verkopen deze week. Ja. Wat mij de ideale kandidaat maakt is dat mensen wel iemand hebben staan die gewoon de zakelijkheid in de politiek weer voorop stelt. Het luisteren naar de mensen. En dat ik... Eigenlijk ook veel meer ben van de bewegingen in de samenleving, daar moet je zijn. En in Den Haag moet je het af en toe regelen, maar je moet het niet andersom doen. En ik denk dat ik daarin toch wel uniek en bijzonder ben ten opzichte van anderen. Hoe zit jij binnen de fractie? Ja, ze zien me altijd toch als van die Lutz. Dat is iemand die heeft eigen stijl. En dan kan je van alles vinden, maar die blijft gewoon die eigen stijl houden. Maar het is wel, what you see is what you get. Ja, what you see is what you get. En dat is het dan. Maar eigenlijk alle mensen in de fractie kan ik goed mee vinden. Ja. Jij was een grote fan van Cohen. Ja, ik was absoluut een grote fan van Cohen. Hij was een geweldige man. En zijn stijl, die toch wel als te omschrijven is als zacht, heel warm, een super sociale man. Als je zo bent en je moet af en toe ook keihard vechten daar, dan is daar blijkbaar geen plek voor. En dat vond ik op zich al een drama. Ja. Ja. Was je gisteren bij Paul en Witteman, daar heb je gewonnen op punten, heb ik begrepen. Ja, ik heb het gehoord. Ik zeg de hele mailbox en sms'en en zo, en twitters. Dat mensen dat geloof ik heel erg gewaardeerd hebben. Ja. Maar ben je nou niet bang dat er net zoiets gaat gebeuren als bij Cohen? Dat weet ik niet. Ieder mens is verschillend. Maar Cohen is toch geslacht door de fractie? Hij is geslacht door de fractie. Nou, ik zou zeggen, laat ze maar komen. Maar de fractie is maar een deel. Hè? De fractie moet zich ook niet te veel... Wat zegt het, de fractie? De fractie, dat moet ook niet te veel verbeelden. We zijn voor de partij en we zijn voor onze doelstellingen. De welvaartsstaat staat op kraken. Sociale zekerheid. Zaken waar we meer dan 100 jaar voor gevochten hebben.
Met ook de Christen-Democraten. Ja, dat is een kwestie, daar moet je met z'n allen tegenaan. En dan moet je niet zo onderling zitten te ahoeren. En ik denk dat de fractie zich, als het om dat stukje gaat, wel moet schamen. Gaat het onder jouw leiding de stijl van de PvdA veranderen? Nou ja, ik ben altijd leidinggever gewend geweest. Ik heb meer dan, hoe lang was het? Rond de 12 jaar zo voor GGD is in Drachten, later in Leeuwarden, zeg maar, leiding gegeven. Het waren er een paar honderd mensen die allerlei verschillende soorten type werk deden. Toch ook redelijk eigen ondernemertjes in hun functies. Ja, en dat vraagt een stijl van leidinggeven waar je zeg maar, ja, toch iedereen bij het rechte spoor moet houden. Maar ook vooral leiding moet geven aan dat al die processen uiteindelijk leiden tot hele goede dienstverlening. En in de politiek verschilt dat niet zoveel. Zaterdagmorgen in de Blokhuispoort een debat. Ze komen allemaal hierheen. Zijn ze bang van je? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze heel bang zijn, ja. Nee. Ja, ik denk het wel. Ja, denk het wel. Denk nou ja, niet? Ze krijgen wel zoiets van, die Luts, die moeten we niet onderschatten. En dat is wel mooi. Maar dat is ook wel mooi aan dit verkiezingssysteem. Je moet wel allemaal knokken voor wat je waard bent. En je krijgt het niet zomaar even van deur dicht en we gaan als fractie even een nieuwe voorzitter regelen. Als je het dan niet wordt, hoe beleef je dat dan? Dan ga ik met net zoveel energie en met net zoveel elan ga ik er weer tegenaan. Ik zie dit als, ga er maar voor, zie maar hoeveel je komt. Ja. Ik heb heel veel gesport en dan geldt het ook zo van, je doet je uiterste best. Ja, en als iemand dan nog net een beetje meer punten heeft, ja, dan ga je samen verder. En als je het wel wordt, dan word je de onderkoningin van Nederland. Ja. Nou ja, dat zit er natuurlijk ook een beetje aan. Van, als het kabinet valt en je bent op dat moment fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij, nou, dan zit je ook wel, begint ook iedereen te roepen dat je president gaat worden. Lijkt me geweldig. Nou, dan ben je welkom in het torentje.